Vandaag zijn weer de uitreikingen van de Film 1 Rembrandt Awards. Dat zal wel weer druk worden op de rode loper. Ik ben benieuwd wie er gaan winnen. En dat gaat hier gebeuren in Escape in Amsterdam. Zin in vanavond? Ja, ik heb er ontzettend zin in. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik heb er wel zin in. Ja, ik bedoel, ik ben dubbel genomineerd. Dat is natuurlijk ontzettende eer. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Wie acht je een goede kans hebben? Ik denk er komt een vrouw bij de dokter. Ik denk er iets van. Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen, want ik zit er altijd naast. Maar wees eens eerlijk. Mogen de beste winnen. Buddy krijgt er zeker één. En die andere gaat gewoon naar Peggy. Die staat daar. Mijn vriendin, waar ik vandaag mee ben gekomen. Goede actrice. Wat een gekte, hè? Ja, het is een beetje gekhuis, maar dat is wel leuk. Een beetje gekhuis is wel goed. Ik geniet wel van. Ja, het doet de mensen goed, een beetje hysterie en dan kan je daarna weer lekker rustig doen. Voor welke zou je eigenlijk het liefste een award willen? Nou, qua rol komt de vrouw bij de dokter. Qua film is de Storm een ontzettend bijzonder project. Maar voor mij, qua rol, komt de vrouw bij de dokter een hele grote uitdaging geweest. En ik hoop dat het daarvoor is. Hey, als jij een award mag uitreiken aan de beste film, welke zou je dan kiezen? Hier vanavond bedoel je? Nee, in het totaal. Van wereldwijd. Wat vind je nou echt van die verdient er een? Jeetje, Mina. Ter wereld? Oh, dan ga ik zeker een Nederlandse acteur of actrice doen. Want wij hebben in Nederland hele goede acteurs en actrices. Leonardo DiCaprio in wat voor rol dan ook? Acteur, hè? Ja. Oeh, dat vind ik wel een goede vraag, ja. Nou, ik heb laatst de Boiler Room gezien, dat vond ik een goede film. Nou, ik vind Slumdog Millionaire, die genomineerd is voor de beste buitenlandse film, vind ik wel een fantastisch script. Ja, dat vind ik zo goed bedacht. Die jongen die meedoet en die al die antwoorden weet. Op grond van wat hij meegemaakt heeft in zijn jeugd. Dat vind ik echt zo knap bedacht, dat die zou ik dan wel los gaan. Uw gastheer en founder van de Film 1 Rembrandt Awards, René Mioch. De Rembrandt Awards is het jaarlijkse filmfenomeen in Nederland, maar ook buitenlandse sterren vallen in de prijzen. Goedenavond. Welkom bij de Film 1 Rembrandt Award. En hier even een kort overzicht van topacteurs die met een Rembrandt vandoor gingen. Beste buitenlandse acteur werd Brad Pitt voor zijn rol in The Curious Case of Benjamin Button. Brad Pitt! Oscar-winnares Sandra Bullock werd door haar rol in The Proposal verkozen tot beste buitenlandse actrice. En de Rembrandt voor de beste buitenlandse film ging naar Harry Potter and the Half-Blood Prince. They are smart. Hoofdrolspeler Barry Atsma kreeg een Rembrandt voor beste acteur. Barry Atsma was 2 keer genomineerd in de categorie beste filmacteur. Jongens, bedankt. Atsma won de prijs uiteindelijk voor zijn rol in Komt een vrouw bij de dokter. Ja, Carice van Houten, Komt een vrouw bij de dokter. Carice van Houten kreeg haar 3de Rembrandt voor beste actrice. Kane kreeg een Rembrandt voor de door hun gemaakte soundtrack Love Over Healing voor de film Komt een vrouw bij de dokter. We hadden een liedje, ik zei tegen Reinhard, dit is jouw liedje en hij zei tegen mij, ja, dit is jouw film. En nu zijn we een tijdje verder
En het ligt wel een stukje achter ons, maar het blijkt nu dat de film is het liedje en het liedje is de film. En volgens mij kan het niet beter bij een soundtrack. Dus onwijs bedankt iedereen voor het stemmen thuis, want daar gaat het om. En jullie bedankt voor het klappen ook, hè? Deze laatste film kreeg 4 Rembrandt Awards in Amsterdam. Het regiedebuut van Reinoud Oelemans naar het boek van Kluun werd verkozen tot de beste Nederlandse film. Dat is toch die baard, denk ik. Komt de vrouw bij de dokter. Geef mij de gelegenheid om dit programma af te sluiten. Dit waren de Film 1 Rembrandt 2010. Graag tot volgend jaar. En ook ik kreeg een award. Deze keer voor die van... Ik wil iedereen heel erg bedanken voor alles. Sorry. Nou, gefeliciteerd hè? Ja, bij deze wel. In ieder geval. Ja, je gaf hem net aan mij. Het is al net een Fiat hè? Ja, ik dacht... Ik wacht, ik neem gewoon even mee. Ja. Hey, hoe voel je je nou? Ja, adrenaline, hysterisch en gek. Te gek, echt te gek. Ja? Ja, het is heel leuk. Het is zo leuk om door het publiek zo'n prijs te winnen. Dat is echt ontzettend leuk. Barsten van de vrienden, we hebben een schat van een dochter. We doen alles wat in ons opkomt. En dan in één keer... kanker. Longen, lever, lymfen moeten worden getest en dan pas kunnen we kijken welke chemo we toepassen. Van de andere films die je hebt gemaakt in je leven, zou je daar een award aan kunnen geven? Nou, eigenlijk, als ik eerlijk ben, is dat de leukste film geweest die ik ooit zelf heb gemaakt. Nou, dat is deze wel hoor. In ieder geval het meeste risico. En het meest bijzonder en het meest heftig project. En dat maakt het een bijzondere rol ook voor mij. Ik bedoel, het was geen makkie. Waar was je? Bij iemand anders. Stijn. Wil je alsjeblieft hier blijven? In voor- en tegenspoed. Weet je nog wel, Stijn? Wat lijkt je in de toekomst nog een uitdagende rol om ooit te spelen? Een vrouw? Geen idee. En als je kijkt naar Johnny Depp, weet je wel, zulke soort bizarre rollen, ja, zou dat niet zijn? In Nederland maken we natuurlijk een veel beperkte genres. Ik bedoel, ik heb net een thriller gedaan. En dat is al heel bijzonder dat we dat van de grond krijgen in Nederland. Ik heb dus al heel wat verschillende soorten films mogen maken. Familiefilms, thriller, een emotionele rollercoaster zoals Komt de vrouw bij de dokter. Ik heb nog geen comedy gemaakt, nou dat komt er misschien ook nog wel aan. Dat zou leuk zijn. Wat ga je vanavond doen? Heel veel lullen en dan heel veel zuip. Kan me goed indenken. Ga ik ook doen.